my heart. He can never let me in. Must be homesick for the real. I'm a real estate guest. You probably still adore me with my hands around your neck. He calls me the devil. I make him wanna sin. Every time I knock, he can never let me in. Must be homesick for the real. I'm a real estate guest. You probably still adore me with my hands around your neck. Morgen, het is maandag en ik heb me klaargemaakt voor het werk. Ik heb even mijn haar vast, maar het zit een beetje overdreven strak of zo. Ik heb dit shirtje aan. Het wordt vandaag niet heel warm. En ik moet op het werk, ze hadden een zwarte broek. Maar ik heb dit weekend niet gewassen. En ik heb er dus twee. En die zitten alle twee in de was. Dus ik heb nu die soort van ledderachtige aan. Die heb ik eigenlijk nooit aan. En kan ik dat laten zien? Want ik heb er super rare kont in. Ik ga hem neerzetten. Kijken of ik het kan laten zien. Omdat die zakken, die zitten dus echt hier. Zie je dat? Dus je komt dus echt uit verhouding of zo. Hij lijkt echt mega. Maar ik heb nu gewoon een hemdje. En die trek ik er dan zo overheen. En dan, nou ja, is het wel prima. Ik moet toch ook nog het zwarte blouseje aan van het werk. Dus ik ga mijn schoenen aantrekken. En dan ga ik richting de lunchroom. Heb ik eventjes dit aangetrokken, dit blouseje, want nou ja, het blijft Nederland en het is vandaag gewoon weer te koud voor een shirt met korte mouwen. Maar nu ga ik naar mijn mama, want ik heb ineens spontaan een soort van met mama afgesproken om daar te gaan eten. Dus ik heb even snel hard gefietst, want ze zei het eten staat op. En dan ga ik die kant op. Mami, en mami heeft lekker gekookt. Ja. Hoe is het met jou trouwens? Nou ja. Je wankelt nog wel een beetje, hè? Ja, ik ben een beetje aan de pillen. Oh. Ze zijn een beetje dizzy. Mama, volgens Jarno heet het spit. Ja, dat klopt. Spit in je rug. Dat zegt Sietse ook. Alleen het vervelende is, spit is maar één. Dan schiet het in je rug. En ja, dan kun je niet meer op of neer. En dan heb je ook veel pijn. Dan krijg je medicijnen en dan wordt de pijn minder. Dat is spit. Ja, het gaat nooit meer over. Gevolg. Dus het is niet een oorzaak. De oorzaak zit eronder. Dat is overbelasting op de een of andere manier. En de verkeerde werkhouding. Of houding. Nou, dat heb ik niet echt. Maar werkhouding wel. Mijn dingblad is te laag. Ja, je werkblad is te laag. Dus dat is waar. Als ik lang voor het fornuis sta, dan heb ik al langer gehad. Ik dacht, oh, dat doet zeer. Ja, maar er is iets raars. Want ik heb 3 aanvallen gehad en niet 1. En dat klopt niet. En daarom dacht ik dat het nierstenen waren. Oké, en nu? Ja. Moet je nog even afwachten? Ja, de dokter wilde niet komen, dus ik heb gewoon zware pijnstillers gekregen. En dan moet ik de dokter terugbellen als het niet helpt. Ja. Ik ben weer terug van mijn mama. Het is ondertussen 11:15. En ik zit nog even de reacties te lezen van vandaag. En ik moest zo lachen, want Yvonne Dijk is blijkbaar vlogs aan het terugkijken en dacht ineens, was jij hier al met Jarno heen? Maar dat is zo grappig, want er zijn best wel veel vlogs
Waar hij gewoon letterlijk bij was en naast mij stond, maar dat gewoon nog niet bekend was dat hij überhaupt bestond. Of dat ik überhaupt aan het daten was. Dus het is echt wel, ik vind het echt leuk dat Yvonne daar dan nu achter komt. En Elise reageert dat het een hoop scheelt als ik gordijnen zou nemen qua warmte. En dat wil ik ook heel graag, maar gordijnen zijn ook best wel duur. En ik heb ook dus niet iets van een rails. Ik heb letterlijk, ja, ik heb die buizen. Daar zou ik een soort van iets omheen kunnen draperen of zo. Maar ik wil wel echt graag gordijnen, maar moet ik even budget voor hebben. Nou ja, ik ga nu even de vlog voor morgen klaarzetten en de thumbnail. Ik ga eventjes met dit kleine poesje knuffelen. Hallo, kom je aandacht tekort? Hallo, liefd. En dan komt Jarno zo thuis over een half uurtje. Als je het trouwens afvraagt, zit ik ineens te denken. We wonen niet samen. Nog steeds niet. Maar Jarno's en ouders zijn 3 weken op vakantie. En daardoor is hij hier ook meer. Want ja, of hij nou in zijn eentje kookt of voor twee. En in zijn eentje in het grote huis is het net zo gezellig. Maar in principe hebben we echt wel samen besloten dat we het samenwonen nog even willen uitstellen. We willen gewoon eerst lekker genieten van wat we hebben en het niet overhaasten. Dus in ieder geval dit jaar, in 2017, gaat het samenwonen nog niet gebeuren. Maar nu is het vakantie voor zijn ouders en dat vieren we een beetje met extra veel hier zijn. Al zal hij van de week heus ook nog wel een keer thuis slapen. Maar ik kan me voorstellen dat je je dat nu afvraagt. Hallo. Ben jij een spook? Ik ben een spook. Oh. Je ziet het misschien niet, maar ik ben heel rood. Wij liggen in bed en we gaan lekker slapen. Wat rusten. Toedeledokie.